Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we iets heel erg bijzonders doen. Tenminste, eigenlijk niet vandaag, eigenlijk morgen. Want we zijn nu bij ons kantoor. Ja. Alleen, ja. Het is heel speciaal. Het is in ieder geval heel speciaal. Maar we openen de vlog omdat we eigenlijk morgen meteen naar Laren toe gaan. Daar gaan jullie zien, want daar is een auto. Die heeft exact dezelfde kleur als ons. Dezelfde rap als ons. Alleen die heeft nog veel meer bijzondere dingen. En hij maakt geluid. In. Maar ook weer niet, want hij is elektrisch. Het is een Tesla. Dus ja. Heel raar. Maar hij maakt wel geluid. Ja, dat is wel. We gaan het zien. Oké, jongens, we zitten in de auto. We zijn dus nu onderweg naar Laren. Het is dus een dagje later. Maar jongens, wat is het toch een slecht weer. Echt een drama. Koen rijdt een stukje voor me en dan ga ik even naar hem toe. Daar heb je Koen nou hoor. In zijn groene monster. En als het goed is dus die Tesla ook in die kleur. Kijk hem gaan. Hij focust alleen niet scherp op zijn auto, maar meer op het raam. Nou, jullie hebben dus Koen zien rijden. Hij focust alleen niet. Ik ga hem even inhalen. Kijk hem gaan. Nou, op weg naar Laren en als het goed is komt er ook een groene RS3. Het is wel helemaal een groene party. Nou, we staan hier op locatie in Laren. En dit keer met drie auto's. 1, 2, maar deze... Met spoiler en uitlaatje. Het is een Tesla met uitlaatjes. Ja, maar maakt hij ook geluid? Hij heeft speakers. Hij heeft speakers erin. Maar ik ben er gewoon stil van. Ik vind hem heel Ik vind hem ook echt heel vet. Hoe lang ben je... Hij heeft hem zelf gerapt, heb ik net gehoord. Nee, echt? Totaal zelf gerapt, ja. Dit is mijn eerste auto die ik heb gedaan. Netjes. Echt... Eerst, ja, gewoon de eerste. Maar netjes, wel netjes zijn eigen auto. Ja. Maar even is hij verlaagd? Ik kan hem zelfs nog lager zetten. Airride. Nee. Airride. Yes, laat het maar zakken. Dit is één grote speel gedaan, maar zijn binnenkant, hè, dat is ook echt weer niet normaal. Dat is van carbon, lampjes, dat zie je nu alleen niet. Ik heb geluid. Kan je een beetje gas geven, een beetje reffen? Wat raar. Het is net alleen maar... Dit is gewoon een speelgoedauto. Dit is gewoon een attractie. Zo! Kijk hoe laag dat ding zit. Extreem laag. Het is raar. Het klinkt wel zuiver, echt. Het klinkt gewoon... Ja, maar je hoort wel een speaker. Je hoort wel, ja, maar dit klopt ook. Audio klinkt echter, denk ik. Ja. Het klopt niet, man. Maar het klinkt wel heel dik. Het is net een leeuw die erin zit. Ja, je kan alles kiezen. Echt? Je kan geluiden kiezen. Dit vind je dikst, dit geluid. Dit is het enige wat goed werkt nu. Oh echt? Ah. Ja, de andere moet goed afgesteld worden. Check hoe laag. Wow. Wow, hij ligt echt op de grond. Ja. Echt net. Mijn vingertje past er net aan onder en ik heb nou niet echt hele dikke vingers. De voorkant is nog een beetje opgelicht. Ja, oké. Okay. En er zijn ook gewoon een paar punten, daar kan je gewoon niet rappen. Dan moet je gewoon met plastic dip doen, weet je. Zoals daar aan de zijkant bij Dit bedoel je? Ja, dat soort punten kom je gewoon bijna niet bij door die... door je grondlicht. Maar dit soort punten ook, weet je. Maar je hebt niks gemonteerd? Nou, alles was gemonteerd en toen dacht ik, hey, laat ik hem snel rappen. Ah, maar wat is dit? Lampjes of niet? Ja. Moet dan? Nee, dit zijn laserliners. Wat zijn laserliners? Voor dingen dat... Oh joh! Oh, dat is... Flitsers aan. Oh ja, dat is wel heel dik. Maar moet je maar je hand ervoor houden. Moet je maar kijken hoe fel het is. Wow! Kun je bijna niet in je hand kijken. Ik keek er net op in en ik zie... Ik wil zeggen de ledjes tellen, maar volgens mij zitten er geen ledjes in. Zitten er ledjes in? Nee, lasers. Kijk dit dan. Pierwit! Ja, heel dik. Ik vind die streep. Ja, wou ik net zeggen. Ja. Willen wij ook een streep? Echt, hè? Ik ken een toevallig iemand die iets kan rappen. Ja. Heel dik. En dit is de binnenkant, jongens. Ik moet heel eerlijk zeggen... Zei de eigenaar ook over Model 3, de binnenkant vind ik niet mooi. Nee. Beetje standaard, hout. Maar hij... toch, als ik het goed zeg. Hij gaat alles aanpassen nog. Nou, ik weet niet wat er nog aan te passen valt. Stoelen. Want kan ik er even in zitten? Kijk, hier heb je dus carbon. Het is allemaal echt carbon, hè? Ja. Allemaal echt carbon. Hier ook. Hier heeft hij een bom gecreëerd. Maar het is waarschijnlijk voor de lampjes en dingetjes voor, achter. Ja, echt heel dik. Kijk dan het stuur. Helemaal Alcantara. Kijk hier, carbon. Mooi hoor. Kijk, en daarachter nog meer lampjes. Een soort van kermisbak, maar dan anders. Lampjes. Hier zitten ook lampjes, toch? Hij heeft hier een app. Hij drukt op een knopje. En dat meen je niet, dat ding dat gaat gewoon open. Dit zijn speeltjes, ja, dat moeten we hebben. Goud. En wat als ik dit doe? Ah, nee joh! Gewoon een toeter! Kan je hem ook nog laten rijden? Het zou moeten kunnen, alleen dan moet je even €7000 extra betalen. Oh ja, dat was die unlock dat ding. Ik heb mijn creditcard bij me, kunnen we even een rondje rijden? ik heb hem al een keer gedaan, dus maar ik heb hem weer geriefd. Oké. Want echt, het slaat helemaal nergens op. Nee, en in Nederland zitten te veel regels, waardoor je gewoon letterlijk in de auto moet zitten, wilt hij gaan rijden. Ja, dat is niet leuk meer. Nee. Kom nog aan het geld. Wil jij een stickertje in dezelfde kleur? Ja, dat is altijd wel mooi. We hebben nog folie inderdaad. We hebben nog de folie ervan. Dat is wel gaaf. Dus als je adres even doorstuurt, dan komt het goed. Top, gaan we doen. Pluffetjes naar Tuning Service Tuning Osso, want dan hebben we nog een groene auto.
echt heel raar. Het is wel bijzonder dit. Ja, het is wel leuk. Een Tesla met een uitlaatsysteem. Maar het klinkt zo raar. Kijk, doe nog eens een refje. Ja. Deze klinkt wel lekker. Deze klinkt wel echt lekker. Ik voel hem ook wel hoor. Zo. Klinkt dit wel lekker. Het is wel ver hoor. Het is wel apart hoor. Er zit een goed spiekertje in, moet ik zeggen. Ja, het voelt raar aan mijn maag. Ja, je voelt het is echt. We moeten ook nog eten trouwens. Ja, we moeten eigenlijk nog eten. Misschien is dat het. Ja, dat heel vet dit. Ja. Echt heel vet. Ik hoor een compressor. Een soortje, ja. Ik dacht al, wat is dit? Een compressor. En 3 seconden op de 100. Ja, hoeveel was het? 3,2 seconden op de 100. Dat was die McLaren ook zoiets, hè? Waar we in zaten. Ja. Ja, bizar. Gewoon net zo snel als die McLaren. Ja. En deze met nat wegdekken, je bent gewoon weg. Vet. Je slipt niet. Heel ziek. En nummer 3. 4. Kan niet tellen. We zijn nu met 4 groene auto's. Weer een andere kleur, ja? Het is toch weer een andere kleur. Ja, maar deze blijft echt groen. Deze blijft echt. Maar toch blijft deze winnen. Kijk dan. Maar ik heb gehoord als je bij Tuning Service Huis komt met 4 groene auto's, korting, dat je korting krijgt en chocomel krijgt. Zeker, is mij ook verteld. Dus, zullen we even hallo zeggen? Ja, 1, 2, 3. En de eindbaas 4. Maar deze blijft toch wel het dikst hoor. Als ik ooit een hoop geld zou hebben, denk ik toch wel dat ik echt voor een RS6 zou gaan. Of een RS3. Want ik vind Audi wel clean hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. En dan wel in die kleur. Dus zeg maar wel in onze kleur zou ik hem dan rappen. Maar ja, echt heel mooi. Koen, zou jij ooit als je een hoop geld hebt een RS6 kopen? Als je het geld had voor een RS6? Ja. Of zou je dan iets voor anders kiezen? Ik denk dan toch die Jaguar die hier vorige keer stond. Maar, ik denk echt liever dat. Ja, dat denk ik ook. Die ja. Plus Voemf PK. Nog steeds. Onze sticker, ja. Die support die ons. Die support ons echt. Ja, maar. Maar zou jij hem? Ja, ik zit net gezegd. Ik vind het wel heel dik. Maar waarschijnlijk als ik een Jaguar daarnaast vind staan, inderdaad. Maar het is deze zie je vaker dan die Jaguar. Zeker waar. En die looks van die Jaguar. Ik denk echt het hele ding is, als je het geld niet hebt, is het makkelijk praten. Als je uiteindelijk geld hebt, denk je dat mag je er heel echt anders, uit dat je dan heel anders erover nadenkt. Ja. Nu zeg ik weer een RS6, maar dan als ik weer een Jaguar, oh nee, een Jaguar. Ja, maar als je echt geld, geld doorspaart hebt, voor een Lambo, dan is het een Lambo. Ja, precies. Want je blijft doorgaan. Ja. Maar zover zijn we nog lang niet. Als Peugeotje zijn we heel blij. Ja, heel blij. En die. Hey, en we maken wel wat mee. We staan wel tussen de lijst van de Yukos, hoor. Ja, dat moet ik wel zeggen. Een RS6 en een Tesla Performance en een Peugeotje. Ik ben wel trots. Ja. Hebben we goed gedaan. Lekker, we staan ertussen. We staan ertussen. Dit ding, dit moeten wij op kantoor, maar het was kapot duur. Oh ja, dat was het. Ik heb hem ontvolgd, dus hij moet zakken naar 39. En het duurt een minuut, maximaal. Weet je wat ik dan doe voor de extra feeling? Volg jij ze ook even. Dit is niet het goede voorbeeld, dan gaat iedereen ontvolgen. Lekker ontvolgen. Ontvolgen, ja. Kijk, allemaal ontvolgen. Hij moet wel even laden, hè? Hij moet wel even kijken. Komt-ie, want hij moet er dan 2 doen. Ei. Eventjes tussendoor, als je ook dit soort stickers wilt, alleen dan natuurlijk wat subtieler en kleiner. Sticker voor jou. Zeker. Je kan alles kiezen nu. We zijn bezig met een nieuwe website of hij staat al online. Ja, ik denk. Och, ik ga Bart onze nieuwe website laten. Ja, ik ga even pissen. Ja, is goed. Nou, ondertussen, dit duurt me te lang, jongens. Koen gaat hem even ervaren. Ik sta in 3 seconden. Ik sta even buiten en dan. Wel meteen als een gangster hier, hè? Er zit nog een gangster achter je. Hey, joh. Als hij hem start, is het meteen geluid. Natuurlijk bij alle auto's. Oh, dus niet. Eén momentje. Wordt gefixt. Geluid is kapot. Is lekker hoor dit. Track mode. Ik weet het niet. Jij wordt misselijk in de Tesla. Ik word misselijk in de Tesla, ja. Dat weet ik wel al. Maar gewoon in algemene elektrische auto's. Ja, ook die 208 elektrisch. Die doet rode gordeltjes, willen wij ook. Hey! 200 euro. Hij staat op race. Van hoofdtechnicusje. Nou, daar gaat ie. Oh, dat klonk heel raar. Het geluid klopte niet helemaal met het optrekvermogen volgens mij, want hij ging echt als een malle weg. Het geluid moest nog even kalibreren van waar ben ik. Wat vind je hier nou van? Ja, gaaf. Ja? Ja, ja vind, ik vind het geluid wennen. Ik weet niet. Ik vind het sowieso een mooie auto. Dat maar het geluid hoort er natuurlijk niet echt. Motor is sowieso nee, mooi. Maar komt hij weer aan. Ja, het geluid. Het klinkt wel lekker. Maar het klopt niet of zo. Dik geluid voor een Tesla. Ja, zeker. Voor een Tesla maak je mooi geluid. Weet je, als je dit hebt, hoef je nooit meer naar de Efteling, naar Walibi. Nee, het is echt zo leuk. Ik ga mee. Ik voel hem echt mee. Kijk jongens, hier zie je een soort van tekeningetje. Dat heeft hij niet getekend, maar ook weer wel, want dat is de G-krachten, toch? Zeker. En daarboven zie je de temperaturen. Ja. Dit is mijn eerste ervaring in het optrekken van een Tesla. Ik ben wel eens eerder in een Tesla gezeten, maar dat is gewoon taxi. Dus dan ga je pak een taxi en dat is Tesla. Maar het geluid klopt niet helemaal met het optrekken. Nee, omdat je trekt sneller op dan. Ja, dan dat hij aan kan. Dan het geluid kan lopen. Ja. Nou, zou dat wel moeten kunnen aanpassen. Nou, daar gaan we. Ik ben echt heel benieuwd. Jeetje, die ka. Wow! Zo, dit is echt niet normaal. Nee, dit is echt niet normaal.
Hé, maar het is, ik mis die schakel. Ja, dit is heel vet. Ja. Dit is bizar. Ja, en zoals je ziet hebben we gewoon bijna 1G op ons lichaam gekregen hierdoor. Kan je nog eens doen? Dit is echt... Ja, ik kan er niks over zeggen. Dit is echt niet normaal. Dat klopt. Het is echt... Ja, het is gewoon bizar snel. Het is echt... Er is nog één model sneller. Nog sneller dan dit? Ja, dat is de Model S P100D. Die is nog iets sneller dan dit. Maar dit is al rap. Zo, kan je nog een keer doen? Want ik moest even echt schakelen. Dit is, maar ik weet wat Koen bedoelt. Van, je hoeft niet meer in... Dit is echt vet. Dit is echt alsof ik in een achtbaan zit, gordeltje. En dan in één keer... Daar gaat hij. Ik moest mijn camera net ook gewoon... Ja, dit is echt heel vet. Zo, die eerste keer had ik hem echt heel erg. Ja. Was ik zelfs een beetje bangig. Ja, maar je gaat jezelf... Ja, je denkt aan, ja, lichaam... Nu gaat er wat gebeuren. Ja, dus, dat is zeker waar. Nee, ik kan hem ook nog op drift mode zetten. Nou, dan gaat al het vermogen op de achterwielen. En dan, ja, dan kan je gewoon schuin door de bocht gaan. Dan kan je driften. Dan kan je hiermee gewoon puur driften. Ik zou het hier niet doen. Nee, ik het is wel een beetje gevaarlijk. Ik zou niet al te gek doen. Ik kan, als het goed is, kan ik ook gewoon een burn-out trekken. Ik weet niet of hij het gaat doen. Zo! Ik moest echt die camera zo vasthouden. En dit is het optrekken met puur op de achterwielen. Ja. Jij hebt zelf ook een R6 gehad? Ja. Is die sneller dan dit? Hij was iets sneller dan dit. Maar heb je ook de ervaring als dit? Want mijn hele beleving hiervan is heel anders dan in een RS6 of een McLaren. Een RS6, ja, je hebt die schakelmomenten en dat hebben we dit niet. Nee. De schakelmomenten zijn er niet. En dat maakt hem zo heftig. Ja. Ja. Kijk, dan moet ik zeggen, bij een RS6, de schakelmomenten zijn al niet nieuw. Ja, het zijn echt. Maar je voelt iets. Ja. Je voelt iets. Daar ben ik helemaal met je eens. Want ik heb toen McLaren meegekregen. Supersnel ding. Ja. Sneller dan dit, volgens mij. Alleen, het voelde niet als dit. Dus, ja, dit is echt van, wanneer gaat die schakel... Je voelt niks. Dit je is echt niks. Heel bijzonder. Aan het begin, de eerste 2-3 dagen dat ik hem had. En ik trapte hem in, kreeg gewoon hoofdpijn. Ja, ik snap het. Ik heb ook misselijk. Gewoon... Ja, dat snap ik. Dat snap ik echt. Omdat je... Het is gewoon een hele andere manier van rijden. Een hele bijzondere ervaring. En dit is ook echt... Ja, een RS6 moet je echt altijd met je gas en rem spelen. Ja, ja, ja. Hier speel ik alleen maar met mijn gas, want als ik mijn gas loslaat, remt hij. Ja, ja, dat is waar. Dus je hoeft niks te doen eigenlijk. Het is echt een auto van de toekomst. Tesla de zaak sparen. Ja. Deze? Neem dan een Model S plate. Ja, die nieuwe... Zo, ik ben gelijk dizzy, joh. Mijn hoofd zit daar nog ergens volgens mij. Maar het voelt raar. Hè? Wow, wil jij mee? Piezo. Hij wil altijd mee, maar hij durft nooit vragen. Dus kom hier met een bakje, die moet je niet vasthouden. Ja, want dat laat, zie ik laten helemaal... we even de kant op gaan. Want we hadden van de week ook alweer politie. Ja, dit maakt maak geen geluid. Nee, maar mensen. Nou ja, het maakt ook geen geluid. Maar mensen klagen. Nou ja, wel je bakje inleveren, want anders zit je hele gezicht onder. Efteling geweest, hè, 2 dagen. Ik ben benieuwd wat een oude fan zoals jij hiervan vindt. Ja, ik ben in de Baron serieus een paar keer geweest. Vond ik niet prettig. Nou, ga hierin zitten. Dan ga je dit helemaal mooi vinden. Oh, die val, jongen. Echt. Ja, daar gaat hij. Het geluidje klinkt nu wel lekker. Als hij optrekt klinkt raar, hè? Ja. Klopt niet. Klopt niet, maar het voelt wel lekker. Het voelt wel als je erin zit, klopt het weer wel. Ik zou wel een Teslaatje willen. Ik zou, maar dat hebben wij met alle auto's. Wij willen gewoon het gevoel weer. Ik denk gewoon dat wij autofans zijn en niet per se merken. Gewoon iets op 4 wielen vinden we leuk. Wij willen gewoon die power voelen. Dat is het. Als dat in een Koda of weet ik wat, willen we dat. Willen we dat Nou, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Hij ziet er misselijk uit. Nou, ik ben niet misselijk, maar het is echt wel... Heel veel power wat in één keer vrijkomt. Niet normaal, het gaat maar door. Ja, stopt niet. Ik heb, denk, mijn hersens zijn geklotst, denk ik. Op dit die liggen daar ook nog ergens. Die van ons ook. Wat ik nog heb, denk ik aan de hersens. Maar de power is echt instant beschikbaar. Ja. Ziek. Dit echt heel ziek. Dit gaat ziek hard. Dit is echt ziek. Niet schakelen, niks. Dus op jullie zaken Tesla? Mogen wij die lenen? Ja, nou kijk, Tesla is voor ons natuurlijk... Ja, dat is zeker waar. Dat is voor wel... het bedrijf een bedreiging eigenlijk. Ja, dus dat is van zeker mij mogen wel. Ze allemaal afvikken. Ja. Nou, bedankt hè. Alsjeblieft. Bedankt voor de nieuwe camera. Maar heeft hij net zijn rijbewijs ofzo? Ik weet niet wat hij doet. Heb je net je rijbewijs? Jongen, jongen. Oké, nou bedankt. Was weer lachen. Ging net goed. Gaan we loempia bij? Ik ben al te wachten op loempia's.
jongens, dit is natuurlijk niet normaal, hè? Dat is mooi, hè? Ja, dit is apart. Dat is echt mooi. Hey, lekker. Thanks voor het filmen, maat. Ja, graag gedaan. Moet je hem toch... Nee. Nee. Nee, dit is nu mijn nieuwe speeltje. Ik denk, ik hou hem maar, jongen. Goeie camera. Auto achter je. Kijk dan wat een ding dit is, jongens. We gaan even een tunnel mee pakken, jongens. Ik ga even rustig rijden. Maar die RS6 is echt niet normaal. Ik kan even mezelf niet filmen, want ik moet natuurlijk ook rijden. Niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dit is zo ziek. Dit is zo ziek. We lopen nu in de stad. Ja. En iedereen zit met de zeuren. Jeetje, wat is het ver lopen. Ja. Maar ik heb nog nooit zo ver gelopen. Hey, vloggers. Wat? Even zien. Wij willen er ook op dat. We heel lang wij hebben het over jullie. We hebben het over jullie. Dat jullie heel lang aan het lopen zijn. Ik zeg niks. Helemaal kapot. Hey, dit is gewoon de stad, hè. Zo ziet het er bij ons uit gewoon. Dit is het huis. Dit is het, dit is het huis van ons. Dit is ons kantoor. Netjes, hè. Maar we gaan eerst de bloempjes aan. Dit is de panorama. Kijk, kan je precies zien naar buiten en zo. Netjes, hè. Twee hoog. Wat een bendy. We hebben mensen die niet kunnen wachten. Zonder saus wil hij al meteen een loempiaatje. Ah, is gek. Nou, ik wil nu naar Loetje toe. Een stuk van Loetje. Dat zit onder ons. En we zijn aangekomen bij het kantoor. Iedereen is weg. We hebben even lekker met z'n allen gekletst en gedaan. En behoorlijk wat loempia's gegeten. 18 zo. Stuks. Ja, lekker. Heerlijk. Lekker. Is echt goede loempia's. We krijgen ook altijd echt gratis. We krijgen altijd gratis loempia's van haar. Ja. Echt niet alles gratis. Nee. Maar we hadden er 15 besteld en we kregen er 18. Ja, super check. Ja. Mooie cakeboxen. We moeten er eigenlijk meer hebben. Ben jij niet toevallig bezig met de website voor Sticker for You? De mensen mogen raden wat hier staat. Jouw tekst. Nee, plus 5 pk staat. Oei. Maar wij gaan dus nog eventjes verder werken, want het is wel weekend, maar voor ons is het nooit weekend. Dus wij zijn altijd druk bezig met de website en met de dingetjes, want we zijn bezig met een snellere website en noem maar op. Tenminste, wij niet. Laten we professioneel doen dit keer, want we zijn er niet heel erg goed in. Maar mensen, bedankt voor het kijken en vergeet de video niet te liken. En wat vind jij nou van deze Tesla? Ik vind hem heel dik, maar ik kan begrijpen dat sommige mensen er niet fan van zijn. Dus ik kan het wel enigszins door de spoiler. Dat komt door, ja? Ik meer de uitlaat. Die spoiler vind ik ook wel echt extreem overdreven groot. Vond die wel weer dik. Maar zo zie je maar, ja, precies, veel meningen. Precies. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.